Het is grappig. Yo, guys. Yo, guys. Welkom bij deze nieuwe video. Nee, stop eens. Yo, guys. Welkom bij deze video vandaag. Ben ik samen met Amy. En we hebben een nieuwe Q&A video. Nice. Welkom dus bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik samen met Amy een Q&A video. Na bijna 2 jaar weer. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Jay en dit is... Amy. En wij gaan vandaag samen een Q&A video opnemen. We gaan dus een aantal vragen beantwoorden die jullie hebben ingestuurd. En dus dat gaan we nu doen. Dus doe even een like en dan gaan we... Nu beginnen. Period. Woo! De eerste vraag is slay. Ja, dank je. Ik slay heel erg. Ja, slay. Ja, ja slay. De volgende vraag is... Kiss, marry, kill. Karen, nee. Christel, Kathleen. Die vraag is aan jou. Waarom? Je kan dat ook gewoon beantwoorden. Nee. Wel? Nee, ik kan dat niet. Nou, ik kan dat wel. Dat is heel makkelijk. Niet dat ik dat met ze zou doen eigenlijk, maar dat is gewoon, dat is de vraag. Dus ja, ik moet kiezen. Maar kiss Kathleen, marry Karen, kill Christel. Sorry Christel, niet voor mijn nek komen. Nu jij nog. Hetzelfde. Natuurlijk. De volgende vraag is, als 6 plus 6 12 is, waarom is 8 plus 8 dan niet 14? Of nee, er staat dan 14, maar 8 plus 8 is niet 14. 8 plus 8 is 16. Wat? Nou, omdat 6 plus 6 12 is. 6 plus 6, 6, 6 is 12. 8 plus 8 is... Dan 7 plus 7 is 14. Wauw, ook echt goede juffrouw. De volgende vraag is, favoriete Efteling character? Pardoes. Er zijn eigenlijk niet zoveel Efteling characters. Ja, Douche. Pardoes dan. En ja. Dat meisje Pardoes. Pardijntje. Ja. Ik weet het niet. Er zijn ook niet zoveel andere Efteling characters. Ja, behalve als je over de attractie gaat praten. Maar dit zijn meer zeg maar de characters van de Efteling zelf. Nee, maar jij hebt ook Roodkapje en zo. Hè? Dat zijn eigenlijk... Oh ja. Wat kies ik dan? Sneeuwwitje, Cinderella. Alsnog Pardoes. Ik ben met Pardoes laatst op de foto geweest. Zie hier in beeld een foto van toen ik vroeger met Pardoes op de foto was en toen ik laatst met Pardoes op de foto was. Ja. Ik ben fan van Pardoes, dus Pardoes. Ik kies voor Pardoes. De volgende vraag is, waar kunnen jullie voor wakker gemaakt worden? Pizza uit Italië. Oh, dat is wel goeie. Of gewoon Jumbo pizza is ook lekker. Of, hoe heet dat? Ik weet niet meer. Nice. Ik sowieso voor ijs. Maar niet uit welk ijs. Ik hou van ijs. Oh vooral my god. Gewoon in Italië of bij Zimmer. Ja, maar ijs... Pindarotjes. Super lekker. Vind ik echt heel lekker. Daar kan je me ook echt voor wakker maken. En wat nog meer? Ik had daar later over nagedacht. Ik weet het. Risotto. Oh my god. Hoe mijn moeder risotto maakt, jongens. Het is geweldig. De volgende vraag is: wat zijn Amy haar hobby's? Oprecht, ik heb geen hobby's. Dat is altijd een vraag van... Dat is zo niet waar. Maar... Ik kan haar hobby's als opnoemen. Okay. Roblox. Oh, dank je. YouTube. Knutselen. Nee, tekenen. Niet meer zo vaak. Jawel. Nee, oké, okay. Grapje. Zij liegt. Favo K3 nummer. Daar kan ik oprecht niet van kiezen. Nee. Ik wou net zeggen, dit is een hele gemene vraag. Nee, hier mag je niet eens tussen kiezen. De volgende vraag is, wat vinden jullie irritant aan elkaar? Daar heb ik wel een lijst over. Je denkt dat je luister. Gaat opnemen, maar dat ben je niet. Je snurkt. Ja, je snurkt. Maar dit is niet eerlijk. Want als ik verkouden ben, dan is het logisch dat ik snurk. Want als je neus dicht zit en je ligt te slapen... En je ligt misschien op je rug te slapen, dan is het wel zoals je gaat snurken. Maar normaal snurk ik niet, dus jij liegt, jij liegt. Nee. Wat heb je daarop te zeggen, hè? Ja, ik lieg helemaal niet. Maar ik snurk helemaal niet, dat is echt een leugen. Je snurkt wel, je bent papa Tiggerdil.
Oh, dat is echt niet waar. Hij zaagt echt het hele Amazonegebied om. Die praat in je slaap. En dat heb ik vannacht gehoord. Ik hoorde jou zo... Chanel. Dat geloof ik niet. Dat daar heb ik niet over gedroomd. Wacht, dat ga ik niet zeggen, want dat ga je terug, vol terug tegen mij zeggen. Nee, zeg maar. Nee. Zeg maar. Zeg helemaal oor. Ik ga het niet zeggen. Ik beloof het. Ik beloof het. Zeg het. Zeg het. Zeg het alsjeblieft. Je kan hier echt niet tegen. Ja, ik heb een hele lijst. Maar nee, maar zeg even wat je gaat. Ik ga het oprecht niet erin doen. Ik ga het oprecht niet erin doen. Zeg helemaal oor. Pinkjes weer. Ik doe het echt niet. Zeg het! Zeg het nou! Zeg! Zij is zo irritant. Oh my god. Oh my god. Zeg jij. Nou, Amy vertelt dingen niet wanneer ze wel iets wil zeggen. Like, als je iets wilt zeggen en je bedenkt toch van, oh, het is niet zo slim, maar je bent al begonnen met je zin, zeg het dan. Nee! Nu gaat zij het dus niet zeggen. Super irritant. Daarnaast, Amy is ook heel goed in doordrammen. Vind ik echt super vervelend. Als ik zeg nee, is het nee. Je kan mij niet overhalen, dus ga niet door. Daarnaast, als ik gelijk heb en zij weet dat ik gelijk heb, gaat zij niet toegeven, hè? Terwijl ik heb dan gelijk. Oh ja, Amy wil altijd dingen die ik ook heb. Ik heb laatst een nieuwe ukulele gekocht. Amy wil toch gelijk mijn oude ukulele? Ik wil ukulele beter leren. Ja, dat wil je ook. Over mijn... Ik heb hier een piano. Ik had hiervoor een keyboard. Wilt zij mijn oude keyboard? Ik heb sokken van een bepaald merk. Wil ze ook de sokken van een bepaald merk? Dat? Ciao. Anyway, so. Daarnaast, wat ook irritant is, is dat Amy zegt van... Oh, ik haal je bijna in. Nee, ik haal je bijna in. Omdat Amy bij mij zeg maar tot hier komt. Kijk, Amy is zeg maar 11 en ik ben 18. Dus dit is best wel matig. Best wel jammer dit. Maar daar doet ze stoer over. Best irritant ook. Je bent gewoon klein. Ga maar zitten. Geef hem maar toe. Naar de volgende vraag. Wat is jullie favoriete eten? Ik heb die net eigenlijk al een beetje beantwoord. Ik ook. Dus volgende vraag. Hé, hey, wat was het dan? Pizza. Oh, pizza. Bij mij risotto. Vind ik echt heel lekker. IJs. Ja, oh my god. Heeft Amy een vriendje of vindt ze iemand leuk? De volgende vraag. Ik heb geen vriendje. Ik heb nooit een keer gehad die mij houdt. A few moments later. Ik vind 3 mensen leuk. En dat is... 3 mensen leuk? Ja, dan moet jij met iedereen een relatie aan kan gaan, joh. Ja, weet je? Dan moet je stay woke, hè? Polyrelatie, kan allemaal. Nee, heel echt niet. Wat is het leukste wat jullie hebben meegemaakt? Dan is er ook nog een andere vraag. Dat is, wat is jullie core memory? Dat zijn eigenlijk een beetje 2 dezelfde vragen. Ik vind toen bij dat we niet door die Gotthard tunnel of zoiets gingen. Dat we er zo overheen gingen. Dat was, zo dat was heel en leuk. Gewoon sowieso de hele rit naar Italië en dan weer terug. Van, dan zie je een mooie berg en dan zie je een huis. En zo leuk. Ja, dus omdat jongens, vorig jaar, afgelopen zomervakantie, gingen we naar Italië toe. En je hebt zeg maar de Gotthard tunnel in Zwitserland. Maar die tunnel staat altijd een hele erge file voor. En onze ouders dachten, laten wij op Zwarte Zaterdag gaan vertrekken. Oftewel, dat is zeg maar de dag dat het het allerdrukst is als je op vakantie gaat. Dus die tunnel stond echt een super lange file in en dat was super druk. Toen dachten we, laten we over de Gotthard tunnel heen gaan. Dus we gaan over de Gotthard pas. Dus toen gingen we over de berg heen en dat was zo leuk. Toen hebben we ook echt hele leuke foto's gemaakt. Hier even een paar foto's. Ons niet bellen, wij gaan lekker niet daarin. Bye. Losers. 16 kilometer, ons niet bellen. Hallo guys, even een leuke vlog voor jullie. Ik ben nu even stil aan het staan. En kijk dit. Echt lijf, like. Wow. Net zaten we echt op 2100 meter hoogte. Lijp toch? Like, kijk ook waar we staan, helemaal ziek. De volgende vraag is... Wanneer gaan jullie weer fristie drinken? Ja, ik heb geen fristie op dit moment. Heb jij fristie? Nee. Nee, daar kan je me ook van wakker maken. Fristie. Oh my god, dat was zo lekker, jongens. Vooral echt van heel koud. Och, zo lekker. Snel, we gaan snel weer fristie drinken. Yes. De volgende vraag is... Welke vraag zou jij aan jezelf willen stellen? Is Amy in de volgende video langer dan ik? Ben ik heel benieuwd naar. Heb jij een vraag die je aan jezelf in de toekomst wil stellen? Is mijn... Dat weet ik veel, idool of zoiets. Waarom ben je begonnen met YouTube? Ik ben eigenlijk begonnen met YouTube eigenlijk al heel lang geleden. Ik ben eigenlijk elke keer weer opnieuw begonnen. Maar waarom ik ben begonnen is gewoon dat ik het leuk vind om creatieve dingen te uiten in het editen. En dat soort dingen vind ik heel leuk. En ja, zij kijkt me heel cringe aan, maar dat is echt zo. De volgende vraag is, heb je tattoos? Zo nee, wat zou je graag willen? Heb je tattoos?
Nee. Zou je graag dat eens willen? Misschien later. Weet je ook al wat? Nee. Ik heb geen tattoos. Ik wil wel heel graag tattoos. Ik ben ook aan het plannen om een tattoo te nemen. Ik ga alleen nog niet zeggen wat. En later lijkt me ook leuk om een soort Disney gerelateerde tattoos te nemen. Want ik vind Disney heel erg leuk. Gewoon een hele sleeve met allemaal Disney dingen. Dat vind ik wel vet. De laatste vraag is, zou je je haar neonroze verven? Ja, 100%. Nee? Ik wel. Stel, ik ga dat doen. Dan maak ik er vast wel een video over. Met Amy, want die wil het ook graag zien. Nee. Dan heb ik gelijk nieuwe ogen nodig. Dit was dan een laatste vraag. En dit was dan ook gelijk de Q&A video. Dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Dus doe even een like, abonneer hier beneden. En klik op het belletje, want dan zijn jullie op de hoogte van nieuwe video's. Yay. En dan zien we jullie weer bij de volgende video. Dan zeg ik nu, laters. Laters.